Hallo allemaal, welkom allemaal bij de slotaflevering van Bellen met Belek. Ik ben Marco Hering, assistent trainer en ik ga een paar vragen voor jullie proberen te antwoorden. De eerste vraag is van uh, Carlo Cidavo. Wat vind je het mooiste aan Go Eagles? Nou ja, voor mij is het altijd makkelijk om te zeggen dat ik natuurlijk uh, ben opgegroeid bij de Eagles, noem ik het altijd maar. Ik heb mijn hele jeugd ermee gemaakt. Uh, fantastische club toen al, ik kom vanuit het Apel door ons uh, en ja... Betaald spelen was alleen maar in Deventer mogelijk en nog steeds uiteindelijk nu. Dus ja, de club uh, sprak iedereen aan, bij mijn omgeving al. Dus uh, uiteindelijk dat je daar terecht mag komen en uiteindelijk daar. Uh, mag voetballen is natuurlijk geweldig. Met de supporterschaar, alles wat bij deze club hoort, uh, is schitterend om mee te maken. Dus dat is wel een antwoord erop, denk ik. Dreamy, zijn jullie er ook tijdens de Niaasbol van de supportersvereniging? Nou, volgens mij is de nieuwjaarsborrel op 11 januari. Um, prima vraag natuurlijk. Uh, we kunnen er graag bij zijn, we willen er graag bij zijn. Alleen we spelen zondag een wedstrijd tegen Rode Dus voor de spelers in de uitwedstrijd zal het wat lastig worden om daar te komen. Maar ik zal er zeker wel bij aanwezig zijn. En misschien nog wat meer andere mensen van de stafleden die daarbij bij sluiten, hopelijk. Dave en Anja, goedenavond. Leuk dat ik jullie een vraag hebben. Hoe gaat het op het trainingskamp? Hebben jullie goed kunnen trainen? Prima. Uh, ik heb vliegangst, dus voor mij was het al iets om te overtreffen. Dus uh, ik uh, ben hier goed geland. Dat is wel fijn voor mij. Uh, Schitterende omstandigheden, fantastisch hotel. Uh, we hebben af en toe een beetje last van regen, maar uh, waar we op moeten werken, dat zijn de velden. Die zijn echt fantastisch. Uh, dus alles om hier te kunnen zijn en hier om te kunnen werken en met elkaar te kunnen zijn. Uh, spelers onderling met elkaar, de staf met elkaar. Alles met elkaar kunnen doen uh, in deze beleving en weer voorbereiden op de tweede seizoenhelft. Uh, dat is allemaal prima voor elkaar hier. Dus deze mensen hebben het prima geregeld omdat uh, wij hier gewoon goed kunnen vertoeven en goed kunnen werken. Dat is gewoon ideaal. Heb ik nog een vraag van Lisa. Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit voor Gold Eagles hebt gespeeld? Ja, dan moet ik altijd weer terugdenken. Ik heb natuurlijk uiteindelijk uh, tien seizoenen hier gezeten. Ik heb heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Uh, Wat me we nog wel bij staat, is een wedstrijd van de na-competitie dat we thuis wonnen van Den Haag. Dat uh, nou, speelde een prima wedstrijd. Alleen toen moesten we weer terug naar Den Haag. En daar was van tevoren al heel veel gedoe. Allemaal dingetjes eromheen. en... Uh, Uiteindelijk moesten ze via een hele omweg het stadion binnenkomen. En hebben supporters van de Eagles ook gedaan. En uiteindelijk zaten ze overal rondom op het stadion. Uh, dat was wel mooi mee te maken. Maar voor de rest, sowieso natuurlijk de promotie, Eredivisie hebben we mogen spelen. En uh, heel veel mooie wedstrijden hebben we meegemaakt. Vooral thuiswedstrijden was altijd een, een genot. Lucas de Witte, goede vraag. Een mooie vraag ook. Wat is de mooiste taak bij Gold Eagles? Nou, ik ben natuurlijk assistentrainer. Um, Uiteindelijk ben ik er geworden. Ik zit nu een aantal jaar al in de keukenkampioen divisie. En ja, bij deze club eindelijk terecht kunnen komen en hier te kunnen werken. Um, ja, dat heeft natuurlijk vanuit mijn achtergrond en alles wat erbij komt. En het gevoel bij deze club is natuurlijk fantastisch. Voor mij als assistent-trainer is het heerlijk om te werken met de staf, uh, met de jongens. Uh, natuurlijk, prestaties zijn ook, uh, ook prima. Dat is ook altijd wel genieten. Uh, maar voor de rest, uh, binnen de organisatie vind ik, maar vooral binnen de spelersgroep als assistent trainer, daar kunnen bewegen en daar je dingetje kunnen doen om uiteindelijk resultaten te boeken. En het mooiste vind ik altijd dat, uh, dat spelers uh, stappen maken in hun carrière. Uiteindelijk om, uh, of voor de Eagles, voor onszelf natuurlijk, maar uiteindelijk om spelers beter te maken. En dat, uh, dat vind ik elke dag weer een genot om naar te kijken en leuk om te doen. Bianca, Bianca Brink, hallo. Wie is de grootste lastpak deze week? Nou. We hebben op zich een goede groep, moet ik zeggen. Uh, heb ik al vaker gezegd. Uh, deze groep bij elkaar en met elkaar is prima. Dat zie je voor mij ook wel op het veld terug. Uh, we hebben natuurlijk wel wat, uh, wat jongetjes erbij zitten die wat, uh, wat anders zijn en wat stouter kunnen zijn dan de andere spelers. Ik moet zeggen, onze vrijheid. En, uh, en uh, Jeff, die, uh, die zijn we vaak aanwezig. En, uh, maar die voor de rest is prima. Als ze daaromheen doen, hè, moet ik een beetje plezier hebben met z'n allen. Uiteindelijk willen we iets bereiken, hier beter worden, maar uiteindelijk moet er ook een beetje plezier bij komen. En er mag een lolletje bij zitten, gelukkig. Daar hou ik zelf ook wel een beetje van. Dus dat is alleen maar leuk. Even kijken, volgende vraag. Daniel Brummel. Hallo beste Marco. Hoe kom je aan dat verschrikkelijke mooie loopje? <laughs> ja, dankjewel Daniel. Leuk dat je meedoet en meereageert. Wat een fantastische vragen van jou. Daniel Brummel, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Die heeft een functie ook binnen de Eagles. Maar leuk dat je even kijkt, Daniel. Ik kan me ook persoonlijk kunnen vragen, maar ik zal het antwoord opgeven. geven. Als jij het een mooi loopje vindt, dan geniet ik er ook van. Het is een bijzonder loopje misschien. Ik heb het vroeger, toen ik voor de eerste keer mezelf op de radio hoorde, voor ik mijn stem al, dacht ik van: wat beleven we nou? Maar toen ik me voor de eerste keer zelf op het veld zag lopen, dacht ik ook van een bijzonder leuk loopje. Um, het bracht vroeger wel heel veel snelheid met zich mee, Daniel. Uh, nu staat het wat minder. Hè? Ik heb uh, wat ledematen, wat knietjes en wat andere klachtjes. Dus het zal er misschien nog wat anders uitzien. Um, maar ik hoop dan bij jou terug te komen, Daniel, dat we een keer goed over kunnen praten en dat jij. Uh, vanuit je achtergrond, uh, fysiotherapie of uh, hoe je het ook wil noemen, wat je uh, doet bij deze club. Misschien kan je daar maar een beetje bij helpen om dat toch een beetje te verbeteren, als jij dat nodig vindt. Bedankt Daniel voor je reactie. Jury Huttinga, als je dat goed zie. Ja. Welke factoren speelden mee om terug te keren naar de Eagles? Ah, niks, ik heb het eigenlijk uh, niks ja, uh, puur op gevoel gedaan. Uh, je krijgt deze vraag. Uh, ik heb bij AGV gezeten, vijf jaar bij Almere werkzaam geweest. Uh, ook erg naar mijn zin. Leuke stappen gemaakt met die club. Uiteindelijk zat ik daar ook een beetje in contractonderhandelingen. En toen kwam dit langers. En ja, toen is het voor mij, moet uh, ik even denken, goed denken, in vier dagen is dit allemaal geregeld. En uh, John belde mij, uh, komt een stukje met emotie bij kijken. Uh, de club stond ergens, was ergens mee bezig. Uh, ja, dus dat komt naar voren toe en je wilt beter doen met deze club. Je wil hem hoog, je wil verder, je wil iets bereiken. En dus ja, totaal gevoel vanuit het hart. Uh, was het niet zo'n moeilijke keuze voor mij, dus daar ben ik gewoon voor gegaan. En uh, daar uh, ben ik nog steeds hartstikke blij mee. Uh, Eagles homepage, home fanpage. Hallo Marco, succes? Ja, nou, dankjewel. dankjewel. Leuk dat je even reageert. Succes kan ik altijd wel gebruiken. Volgende vraag. Einte, Einte. Van, van wanneer spelen jullie tegen de Turken? Van wanneer? Dat is een goede vraag, Einte. Eh, bij jou komt er zo nooit de eind, dan zie ik wel. Um, morgen spelen wij tegen, uh, tegen de Turken twee wedstrijden om twee uur en om half zes. Dat is hier plaatselijke tijd. En voor mij lopen we hier twee uurtjes voor, als ik het goed heb. Dus eigenlijk al hartstikke laat. <laughs> Ronald Kuijs. Zit Knippen nog in de kroeg? Uh, ik ben er nog niet geweest. Uh, ik kan er geen antwoord op geven. Uh, meestal maken we... Elf uur moeten de jongens naar bed toe. Maken wij met de stafleden dan vaak nog wel een rondje. Even hier een beetje rondkijken. Even een beetje napraten. Misschien uh, een lichtelijk drankje erbij. Om even wat uh, de dag te beleven. En weer toe te werken naar de volgende dag. Maar ik zal straks uh, zeker even voor je kijken of die nog... Uh, uh, de knipper nog in de kroeg zit. Ik zal het beantwoorden later misschien. Wat vind je van kunstgas? Um, ja, het is iets uh, gegroeid in, in Nederland. Het heeft vanuit een financiële situatie te maken. Natuurlijk dat clubs gewoon uh, uh, qua onderhoud en andere dingetjes uh, kunstgas gewoon beter uitkomt. Uh, er gaat niks boven een, een, een fantastisch uh, veldje natuurlijk. Dat is logisch. Um, dat weer altijd het liefde. Alleen nogmaals, vanuit financiële middelen, en zeker in de keukenkampioen divisie, uh, is het soms voor, uh, voor klus moeilijk om dat uh, financieel te bolwerken. Uh, je kan altijd trainen in het stadion, uh, anders moet je trainingsaccommodatie bij hebben. Dus, uh, uiteindelijk uh, is het natuurlijk het minste. Je wil altijd op het veld, maar het is uh, onomkoopbaar uh, soms voor sommige ploegen. Dus het is niet anders. Lisa Verburg, wie is je favoriete collega? Dat ben jij, Lisa. Uh, sinds ik bij de club ben uh, en ik loop eens naar de overkant uh, naar kantoor en dan uh, ja dan, dan groei je soms uh, dingetjes met mensen, hoop je, me, je mensen te bereiken en uh, ik heb het wel het gevoel dat ik met jou wat bereikt heb uh, het laatste half jaar dus uh, jij bent zeker favoriet bij mij, je staat zeker heel erg ver en voor de rest eigenlijk ook wel de rest van mijn uh, stafleden in ieder geval, maar kantoor gezien is dat prima voor elkaar, Lisa, dank je wel gaan we volgende, Richard van der Venne Leuke Ries, hij jongen dat je bent. Hoi Marco, misschien kan je de vraag alvast verklappen die je in de Deventer quiz gaat stellen. Hoe ging deze ook alweer? Marco, ja, we hebben een quizje gehad uh, vanavond, dus uh, daar weten jullie dat. Uh, Ries zie ik een beetje uh, rondkijken, maar ik weet niet precies wat je bedoelde. Misschien kan je de vraag alvast verklappen die je in de Deventer quiz gaat stellen. Ja, hè? Ja, oh, die we hier hebben ingesproken. De quiz. Oh, god, ja, die vraag. Sorry. <laughs> ja, ja. Oh, nu ben ik er weer, Ries. Bedankt voor de vraag. Ja, het duurde eventjes, hè? Het ging niet één keer bij mij. Um, maar die ga ik zeker niet verklappen, want uh, daar komt het natuurlijk op door mijn media en dat is natuurlijk niet goed. Dus. Uh, maar in principe gaat het om Marco van Basten, geloof ik, hè? Dus uh, wat dat betreft. Uh, maar wie was het ook alweer? Ah, ja, daar komen we later wel op terug. Ik vond het toen nog moeilijk om te doen, Richard. En ik kom er later even bij op terug. Dank je wel. Volgende vraag, Nicky Overmeen. Hey, Marco. Wanneer kom je terug? We miss je. Nicky, overheem. Ja, Nicky komt terug. Dat bedoelt ze naar David. Denk ik, hè? Ja, als ze terugkomen. Is het voelt zeker als ze terugkomen. Wij komen maandag terug. We gaan maandag weer terugvliegen. Dus ik uh, zit morgen al uh, een beetje in spanning uh, voor de wedstrijden. Maar na de wedstrijden zit ik weer in spanning voor, uh, om in het vliegtuig te stappen. Maar uh, maandag zijn we weer terug. En dan uh, hoop ik weer uh, gezellig met je te kunnen kletsen en een beetje dingetje bij te praten, Nicky. Leuk je weer te zien straks. Kijk eens. Thijs Venneman, hoezo dan twee wedstrijden? Um, nou, we hebben uh, zoals de meeste mensen wel weten, denk ik, we hebben gekozen voor één selectie. Dat betekent dat we in principe 26 spelers hebben en, uh, en vier keepers. Uh, jong en, uh, en het eerste bij elkaar. Dus uh, qua aantal is het uh, ideaal om zo te spelen. We zitten natuurlijk volgende week op de competitie. Dus dat betekent dat alle spelers in principe bijna 90 minuten kunnen spelen. En dat het nodig hebben om eigenlijk weer aan te kunnen haken en fitter worden voor de eerste uh, eerst opvolgende competitiewedstrijd. Dat is het makkelijkste ervan. Volgende vraag van Leo Emaus. Je hebt, een stem die doet luis... je hebt een stem die doet luisteren. Er staat een mooi stuk in de NRC over betaald voetbal. Betreffende jeugd. Inspirerend. Morgen succes. Dank je wel, Leo. Altijd goed als er goede stukken worden geschreven. En zeker wat de jeugd aangaat. Prima. Ronnie Pol. ziet zie ik de volgende vraag. Hallo, Ronnie. Marco, wanneer nu Jaarsbol in het mooie weien. Nou ja, die heb ik eigenlijk al gehad, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we gingen vrij snel weg, dus. Uh, maar Ronnie, wanneer even uh, wat laat weten mij, dan ben ik bij de volgende borrel weer erbij. En uh, het café is jou volgens mij wel bekend. Goeie vraag. <laughs> Bart Vrieling. Hi Bart, hoe is het jongen? He, het gezellige boerhaar. Uh, hoe is het thuis? Het is goed. Uh, het goed ja, ik ben niet thuis, dus ik kan er eigenlijk weinig antwoord op geven. Ik zit hier, maar uh, ik heb wel af en toe wat contact met thuis en uh, volgens mij gaat het wel redelijk goed. Uh, ik zou het wel fijn vinden, Bart, als jij misschien eventjes een keer rondrijdt en eventjes een keer langs mijn huis rijdt. om even te controleren of uh, de rest van de familie zich een beetje gedraagt. Dus uh, dat flank ook jou, Bart. Ik kom daar later bij jou ook even op terug. Volgende vraag van Pascal van Duschoten. Stel dat Stegenman een keer niet bij een wedstrijd kan zijn, wie is dan de vaste vervanger? Jij of ik? Uh, dat zal in principe ik zijn. Uh, ga ik vanuit. Dus ja, uh, zolang John, uh, John. is een uh, vrij fitte man, dus uh, die wordt niet snel ziek of andere omstandigheden. Hij kan een keer een rode kaart krijgen. Hij kan zich wel eens een beetje niet misdragen, maar druk zijn langs de lijn. Dus, uh, maar dan, zal, uh, dan kan ik het gewoon doen. En uiteindelijk, als er met mij wat is, dan kan ik het gewoon doen. Dat is geen probleem. Er zijn heel veel dingen duidelijk binnen de spelersgroep en daaromheen. Oké, okay, mensen. Nou, ik heb al een paar vragen beantwoord, maar kom erop maar met die vragen. Ik zit hier nu toch en het is al uh, wat later, uh, het is hier al kwart over elf. Dus ik moet straks ook mijn dutje uh, pakken om uh, morgen weer uh, goed voorbereid uh, voor de dag te komen. Dus uh, als er nog wat vragen zijn, dan horen ze graag, mensen. Ik zie nog een vraagje langskomen. Damien, Wieverink, zijn jullie er ook bij de nieuwjaarsborrel van de SV? Daar heb ik eigenlijk voor mijn antwoord, antwoord op gegeven. Die nieuwjaarsborrel is, uh, is op vrijdag, wij spelen zondag. Dus voor de spelers zal het niet zo zijn, maar ik zal er zeker wel zijn. Ik hoop dat er nog een paar andere stafleden, stafleden misschien aanwezig kunnen zijn. Dus uh, daar gaan we dan maar eventjes van uit. Al zin om morgen om de selectie weer aan het werk te zien? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Kijk, uh, het is een kort dag geweest. Woensdag zijn we gevlogen. Uh, we hebben nu vijf trainingen in de benen. Uh, dus je bent weer benieuwd hoe de, hoe de spelers erop staan. Morgen twee wedstrijden. Nogmaals, iedereen kan spelen. Uh, twee selecties, dus iedereen kan erover laten zien uh, hoe ze ervoor staan. En Het uh, ja, is gewoon hartstikke fijn om uh, morgen weer de wedstrijd te spelen. En, uh, een stukje spanning met ze mee, maar ook leuk om te zien hoe de jongens erop staan. Ook qua fitheid natuurlijk. Nog een leuke vraag zie ik. Jasper, Fiscaal, wat was het mooiste moment van de eerste seizoenhelft? Ja, het mooiste moment, god, dan moet ik even nadenken. Natuurlijk sowieso de thuiswedstrijd tegen Rode SC. thuis moet ik eerlijk zeggen. Die we uiteindelijk op het einde wonnen en op een goede manier van ik. Um, maar nogmaals, ik heb heel veel uh, leuke wedstrijden gezien. Als trainer kijk je ook natuurlijk wedstrijden op een bepaalde manier uh, zoals je wil dat je, dat je ploeg speelt. En als ik uh, gezien heb tot dit seizoen uh, hoeveel leuke wedstrijden ik heb beleefd met deze selectie, dan uh, daar kan ik alleen maar van genieten. Dus dat is alleen maar leuk om te zien. Babette Patinama, hallo, succes morgen. Dankjewel Babette, leuk dat je reageert. En, uh, ik ga jou snel weer zien denk ik en dan uh, gaan we even lekker verder praten. Ronnie Pol, goedenavond Ronnie. Verwacht je nog versterkingen? Zo ja, op welke positie? Uh, in, principe, in principe niet, we zijn er niet echt mee bezig. Uh, het is natuurlijk de transfertermijn uh, die loopt. En dus zoals elke club, uh, kijk je altijd rond. Ben je altijd bezig of er wat kan komen. of als je la iets langers komt. Als club zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Uh, ook budgetair is dat een beetje lastig op dit moment. En het is niet nodig. Op dit moment uh, zijn we best uh, zeker tevreden over deze selectie. Dus wij zijn daar zeker niet mee bezig. Kik Maatman. Hi Kik. Waar zit jij eigenlijk? Maar dan kom ik zo wel eventjes. Denk ik, ik zie je zo wel eventjes. Mag ik je vertellen dat je nog wat. Leuks voor achting ging kopen in het hotel. Is het al gelukt? Ja, hoe kun je iemand onder druk zetten? Bedank ik voor deze, deze afkick. En uh, ik hoop hier uh, mijn vrouw. Uh, ja, nu zou ik mijn moeten kick. Ik kan er niet meer onderuit. Uh, hartstikke fijn dat je reageert. En uh, ik kom er uh, straks nog eventjes, uh, kom ik even langs bij. En dan uh, zeker bij je kamer. En, uh, maar als jij even wil kopen, dan vind ik het leuk. Jij bent beter in cadeautjes, heb ik al gezien. Joel Staring. Waar eindigen we dit jaar, Marco? Ja, het is vrij snel gegaan natuurlijk. Uh, begin van seizoen zijn we goed begonnen. We staan er gewoon hartstikke goed voor. Een goede kampioenschap en dat soort dingen. Uh, onze doelstelling is geweest periode pakken of periode pakken. Periode uh, uh, na competitie play-offs spelen. Nou, dat is nog steeds zo. En we zijn eigenlijk bezig om elke week weer, elke wedstrijd weer beter te worden met deze selectie. En uh, er zit nog groei in deze selectie dus. Het kan gewoon een hartstikke leuk seizoen worden. En uh, de prijs die erbij hoort, die, die krijgen we dan ook wel die het waard is. Sjoukje de Boer, hoi Sjoukje. Heel lekker ding. Ja, Schaukje, dat kan ik voor jou ook wel terug zeggen dan. We kennen elkaar en wat een leuke reactie, Schauk. Leuk dat je even reageert. Dankjewel. gert van den Berg, goedenavond, Gert. gert dat je nog wakker bent. Marco, volg je de jeugdaftallen en wat vind je van het niveau? Uh, ik heb niet alles gezien. Ik heb onder 17 regelmatig zien spelen, ik heb er onder 19 regelmatig zien spelen. Er lopen zeker wat talenten rond. Uh, het is toch wel aardig, niveau moet ik zeggen. Uh, wat dat betreft uh, is het ook goed om te zien. Hè? Daar zijn ze ook stapjes aan het maken. Uh, de prestaties zijn natuurlijk ook wel daar, daar naartoe. Zeg maar, om, uh... maar het is natuurlijk leuk dat de jeugd moet nog stappen gaan maken. Nog veel meer stappen wat dat betreft. En, uh, het is natuurlijk leuk dat de jeugd uh, straks aansluit bij ons. Uh, we zien met Olaf Kok natuurlijk een groot talent. Die we al bij deze selectie hebben gehaald En die de, uh, deze week ook mee is. Dus dat is ga fijn voor clubbers de Eagles dat jongens stapjes gaan maken. Dus daar ben ik best wel tevreden over. Oké, okay, ik ben er nog eventjes volgens mij. Als er nog meer vragen zijn, hoor ik het graag. Ik zal proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik zie er alweer eentje komen. Sherry McDonald. Hallo jongen, oude topper. Hoe is het met je? Waar zit je nog steeds in het Korea? Maar ja, goed, dat hoor ik nog wel. Ik kijk nog wel even. Volgens mij wel, succes daar jongen. En nog gelukkig nu Marco Denebos, Marco, nou je al zo lang van je huis bent, wil je nog de groetjes doen? Wij wel, Achis Soukje en de Slanke Den. Mag ik ook? Ik weet dat je al een paar afgevallen bent. Ik weet niet hoe hard het gaat. Ik heb het de laatste keer niet meer gezien. Maar uh, nee, het is goed om te zien. En, uh, de groetjes terug van mij trouwens. Hè? Ik hoop dat jullie een leuke avond hebben en uh, geniet er lekker van. We blijven leuke vragen komen, mensen. Damien Wieverink, wat is het grote verschil tussen je vorige club en Eagles? Nou, om te beginnen is dat het publiek. Voor mij is het wel, wel om te zeggen, natuurlijk. Ik kwam bij Almere. Dat is nu dus zes jaar geleden, toen weet ik nog dat daarvoor hadden ze voor mij 79 seizoenkaarten verkocht. Dus dat ongeveer 900 man publiek. En uh, nou, dat is iedere keer wat anders. En dat is een heel immens groot verschil. En dat is gewoon uh, leuk. En dat hoort ook bij voetbal om gewoon een lekker vol stadion te hebben. En dat is ja pure winst bij de Eagles met alles wat erbij komt. Nogmaals met de supporters dus is, uh, is dat fantastisch om mee te maken. Glenn Peters, wat doet het nu met je om in de top drie te spelen en uh, Vergelijken met vorig jaar. Ja, vorig jaar kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Natuurlijk is, uh, iedereen weet dat het een heel vervelend jaar is geweest. Um, ik ben meestal een type die op vooruit kijkt. Er is geen vorig jaar meer. Um, maar ik moet zeggen, het is natuurlijk wel heel om mee te maken. Ik heb het straks al een beetje benoemd volgens mij. Uh, als ik nou zie hoe de ploeg erop staat. Uh, wat voor manier je wil spelen met z'n allen. Uh, waar de selectie mee bezig is. Dan kan ik daar alleen maar van, van genieten nogmaals. En dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. Oké. Okay. Het is al laat voor mij. Ik heb al gezegd ik moet soms in de bed moet misschien, Maar het is nog tijd voor een laatste vraag misschien. Daar komt hij aan. Ik zie er al eentje komen. Pascal van Duschoten. Wie is de meest serieuze speler van de selectie? Of hebben jullie die niet? Natuurlijk ja, wel. Zijn er zijn altijd wel serieuze spelers. Ik vind het altijd uh, wat serieus. Uh, uh, er zijn jongens natuurlijk die uh, altijd bezig zijn met hun vak. Iedereen wil serieus uh, bezig zijn met, uh, op het voetbalgebied. Je hebt natuurlijk altijd jongens daarnaast. Die van een geintje houden rondom het voetbal. Dat zijn verschillende types. Maar ik moet zeggen... Uh, serieus. We hebben niet, niet te veel serieuzen, maar we hebben allemaal serieuzen die er goed mee omgaan. Nee, ik vind het nog altijd gezellig en de serieusste kan ik niet zo noemen. Rick is wel een, uh, een vrij serieuze jongen uh, die zo in het leven staat en dat is ook prima. En uh, voor de rest uh, hebben we gewoon een hartstikke leuke groep. En uh, dat is helemaal positief om te zien. Dat is hartstikke leuk om te zien en leuk om mee te werken. Sean Holleboom, de Adelaarshoofd, is toch het mooiste stadion van Nederland. Kijk, dat zijn vragen, daar kunnen we wel mee. John, dat is ook zeker zo. Uh, Tenminste, ik heb het altijd gevonden. Nogmaals, ik kom een stukje gevoel bekijken vanuit mijn van vroeger en uh, nu ik er weer rondlopen en mag rondlopen. En daar uiteindelijk mag komen werken, uh, is dat gewoon hartstikke fantastisch om te zien. En, uh, dat is het, zeker het mooiste stadion. Daar heb je groot gelijk in. Oké, okay, dit was de laatste vraag. Uh, dit was de laatste aflevering van mijn Bellen met Belek. Leuk dat jullie gekeken uh, hebben. Ik ga me natuurlijk een beetje voorbereiden. Ik ga me rust pakken voor morgen weer twee wedstrijden. Dus er zullen we zullen scherp scherper moeten zijn. En hopelijk zien we elkaar weer in Deventer. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik wat een juiste antwoord heb gegeven.